Het was echt helemaal gênant dat hij dus de verkeerde persoon had. Merk je wel dat ik zenuwachtig ben? Ik ben een klein beetje moe. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vlog, video. Race vlog, video. Yes! Alles door elkaar. Ja. Maar loop je dit weekend wel? Nee. Oké. Okay. Ik ga zo trainen, maar ik wil eerst eventjes iets laten zien, want ik heb nieuwe spikies. Twee modelletjes, dus ik ga even uittesten welke nou beter zitten. Dus ik ga nu op weg naar de training en dan ga ik ze even uittesten. Ik voel me plots. Hoe oud ben je nou? Ik was vroeger fan, hè? Ik was echt fan. Ik ben naar een concert geweest, jongen. Ik ga ook naar een concert. Hey Bo, wacht even, we gaan even iets heel leuks doen. Wacht even, Bo. Goed, Bo. Ik had al hoofdje op mij. Hoe liever erbij kijkt. Pauze 2. Oh, wat is dat? Oké, zo dan. Pauze, ja, dat dacht ik al. Hoepa! Oh. Van je lekker? We moeten nu zo samen ook even springen. Nee. Nee, ik denk het niet. Gewoon. Sam, kom even. Geef mij. Sam. Oh, wil je ook mij? Wil je meespringen? Oké, doe maar. Ja. Die is bezig. Dan normaal. Ik ga naar Duitsland om te trainen, want in Nederland kan het niet. Hoi, ik ben onderweg naar Karlsruhe met de trein dit keer. Ik was er een beetje stressen, maar ik heb een trein gehaald. Het is ongeveer 5 uur met de trein, dus ik zit hier nog een beetje, denk ik. Jeetje jongens, ik ben er. Ik had in plaats van 20 minuten overstap 2 minuten, dus ik moest keihard rennen van het ene perron naar het andere. En nu ben ik aangekomen als het goed is en wacht ik op mijn taxi, maar die moet ik eerst nog even gaan zoeken. Ik ben gearriveerd, ik ben nog als eerste, dus dat is chill. Eens even zien hoe het badkamertje eruit ziet. Oh top. Zo, ik ben moe man. Nou, ik heb, het is nu bijna 4:30 en ik ging om 9:30 vanuit huis weg, dus het was een lange reis. Ik heb net gegeten, ik ga nog even biertjes slikken en nog even wat rollen, rekken, dat soort dingen. En dan ga ik lekker mijn bedje in en lekker slapen en dan morgen gaan we los. Ik hoef pas in de avond om 7:00, dus ik heb lekker de hele dag de tijd om rustig aan te doen. Hoi allemaal, ik ben in Leverkusen. Oh, mijn Duits is super goed. Nou, ik vind het best een mooi baantje, hè? Niet? Er zijn ook nog eens 6 banen. Nee, 4. Yo, ik kan niet tellen. Oeps. Ik ben hier vanmorgen eens heen gereden om nu baantraining te doen. En morgen nog één, dus ik blijf hier vanavond. En ja, omdat het gewoon in Nederland koud is, dus dan gaan we hierheen. Dat is de enige baan waar ik heen kon. Dus daar ben ik blij om. Dus ja, wij gaan aan de slag. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on my city, don't show me no love and that's fine. But local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back. They will knock me off track, no, no. Too many things have been building, been hard to deal with, I've just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong. One shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. Ben een klein beetje moe.
ging niet hard genoeg, vind ik zelf, dus dat is kut. Wat vind jij? Oh, ik vond het best wel goed. Best wel. Ik ga allemaal armen, ik ga mijn camera laten vallen. Dit is moeilijk, ik keek op het schermpje. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag, tweede wedstrijd van het seizoen. Ik heb net even ontbeten, maar het was wel grappig, want ik kan naar beneden en dan staan er vaak van die ja, mensen die dan je handtekening willen en zo. En dan verzamelen ze dat en was er dus een man en die had een foto van mij eerst, van Londen, en daar moest ik dan mijn handtekening op zetten. En zei hij, oh, kan je deze nog doen? Liet die andere foto zien, was een foto van Lisanna. Toen zei ik, oh, dat is mijn sister, dat is mijn sister. Oh, I'm so sorry. Hij voelde zich helemaal gênant dat ik dus de verkeerde persoon had. Maar ik vond het zo grappig. Toen dacht ik echt, wow, zelfs diehard fans kunnen dus een slijper niet uit elkaar halen. Maar ik ga hem even chillen en mijn nagels lakken. Vrij belangrijk. Hoi allemaal, goedemorgen. We gaan weer weg uit deze kamer. We gaan nog even ergens eten en koffie drinken en weet ik wat. En dan nog een keer trainen. Enig toch? Dit is dus het stadion, maar dat kan je niet zien. Want ik zit erin. Dus dat is jammer. Misschien zo meteen. Oh, kijk wat daar is. Baby, baby, baby. Most of the people are so close-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Because I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master. I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I want to do when I want to. Everybody want to get away, but they not do. Everybody want to copy you, but they not you. Everybody want to be cool, but they not new. Whoa, look how I go. Gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose because I'm still doing both. Never gonna lose because I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most, know I'm never gonna choke. And I'm looking back down on the people below. Hallo jongens, kijk, dit heb Joost gedaan voor mijn hamstring. Leuk hè? Nou dag baan, we gaan weer. Nummertje, stapnummertje. Ik heb altijd hetzelfde probleem. Ik weet nooit wat ik met mijn haar moet. Want los zit het eigenlijk altijd het leukst, maar ja, ik heb nu geen zin in los haar, dus ik wil een staart of zo. Merk je wel dat ik zenuwachtig ben? Ik kan niet meer met mezelf. Het is een vlecht geworden. Sneller dan in Apeldoorn, dus dat was op zich goed. Tijd voor het was ook op zich wel oké, maar ik voel me gewoon veel beter dan dit. Ik ben ook niet helemaal niet moe nu. Mijn benen voelen echt goed, dus ik kan me niet even gelopen. Ik denk ook dat het goed teken, ik weet niet of het harder kan, maar ik wel gewoon dat ik nu niet hard weet. Maar goed, maar terug naar het hotel, eten, slapen en gewoon weer door naar de volgende en naar de volgende week. Ik ben op de hotelkamer aangekomen, ik moet nog een uur wachten tot ik mag eten. Maar ik zat nog even na te denken over mijn wedstrijd. En ik had het er ook even met Lisanne over. Maar het is echt raar. Want mijn eerste 150 was echt best wel goed. Tenminste voor mijn gevoel. Ik had ook echt zoiets van tevoren. Had ik zoiets, okay, je moet gewoon 150 volle bak gewoon. En daarna weer gewoon chill. Alleen dat deed ik ook. Alleen daardoor liet ik iemand voorgaan bij het invoegen. Waardoor ik dus in plaats van als derde bij de 200 meter was, kom ik als vierde. En normaal beug ik altijd iedereen aan de kant. Denk altijd op wat, ik loop hier. En nu had ik zoiets van, nou ja, ga maar voor. Het slaat nergens op, het is gewoon fucking dom. Daardoor loop je gewoon zeg maar achter de feiten aan. En dan, en ik voor mijn gevoel liet ik ook de laatste 10 meter een beetje lopen. En dan denk ik nu, waarom doe ik dat? Als ik dat gewoon niet had gedaan, dan loop je zo weer een tiende, twee tiende snel. En dan had ik een pair gelopen. En dan denk ik altijd, ik doe echt dingen die ik normaal nooit doe. Waarom doe ik dat? Echt dom. Dat is echt dom. Sorry, ik heb even. Ik ben even een beetje boos op mezelf. Gewoon dat.
Goedemorgen, het is echt fucking vroeg. Je ziet er niet uit. Weinig slapen. Het is 8:30. Ik ga even loslopen. En het is erg koud. Er ligt hier zelfs een beetje. Ik zie geen sneeuw, maar het is ijs of zo. Weer in de trein. Het is uur te gaan en het sneeuwt buiten. Het is best wel mooi. Maar het is echt heel warm. Het is hier niet zo wel. Maar ik had zo onderweg naar huis. Ik heb vanochtend even wat getraind en nu. Ja, ik wil het niet. Jezus, wat een chaos. Door vertraging, door de sneeuw, door het mooie sneeuw dat ik jullie net heb laten zien, heb ik mijn overstap gemist. En moet ik echt een hele andere trein. Ben ik 2 uur later thuis. Chaos, maar ik heb er even een grote koffie genomen. Ik ben er zo klaar mee nu al. En ik heb ook echt weinig slaap, dus ik ben moe en zo reinig. En dan kan ik echt helemaal niet hebben dat ik nu dit soort dingen heb. Heel lekker, Lisanne. Bedankt voor het kijken, tot volgende week. Yes. Ik weet niet meer wat we moeten zeggen. Oké, dus bedankt voor het kijken. Tot volgende week. 5e keer. Zo. Aju, paraplu.